je vrouw, je vraagt je steeds af, is zij je wel trouw? En als eenmaal in je armen rust, dan zijn er weer kapers op de kust. En je bent nog niet gelukkig. Nou, wat me nou weer gebeurt? Wat dan? Een brief van Fokke. Fokke? Voordat ik met Siem was, was ik eigenlijk verloofd met Fokke. Dat hadden oom Tjedde en de vader van Fokke zo bekokstoofd. Ja, zo gaat dat bij ons in Emmen, Kompaskewum. En heb je daar zelf dan niks over te zeggen dan? Nee, natuurlijk niet. We worden gewoon uitgehuwelijkd. Maar Fokke was een hele goede partij, want zijn vader had Bella 2. Bella 2? Ja, dat was een roodbonte prijskoe door heel Drenthe gelauwerd. Dus Fokke was een lot uit de loterij. Maar daar gaat het toch helemaal niet om in de liefde? Nee, maar ik vond hem ook heel erg leuk. Hij was een geweldig petomaan. Petomaan? Winden later. Ach. Hij was de beste van heel Drenthe. En dat wil heel wat zeggen. Want er zijn meer petomanen dan dat er benzinepompen zijn. Ja, ja. Hij kon het hele Drentse volkslied. Al de 8 coupletten. Jo. Maar op een dag was hij ineens verdwenen. Bleef hij opeens weg van het dorp. En iedereen dacht dat hij in het veen gebleven was. In het veen gebleven? Ja, dat is een soort ziekte, een soort verslaving. Komt bij ons voor dat je bedwelmd raakt door de geuren die opstijgen uit het veen. En dat ze zich daaraan willen overgeven om nooit meer terug te keren. Ja. Dus in die tijd kwam ik Simon tegen. Ja, ik was natuurlijk meteen verkocht. Logisch. En nou wil die dus langskomen. Hij kan elk moment voor de deur staan. Nou, dat is toch hartstikke leuk? Dat is misschien een beetje te leuk. Hè? Bij de gedachte alleen al begin ik van binnen te borrelen. Ik ben nog niet helemaal over hem heen, geloof ik. Zus! Dat kan toch helemaal niet? Je bent getrouwd. Aha, dat weet ik ook wel. Je hebt een kind. Schij uit. Ik begrijp zo'n oom Tjedde ook helemaal niet dat hij jouw adres geeft. Hij heeft Siem nooit kunnen uitstaan. Veel te staat. Hij heeft het hem nooit kunnen vergeven dat hij mij het Emmen Kompaskewum heeft weggehaald. Hm. Nou, dat is allemaal leuk en aardig, maar wat doen we nou? Ja, ik weet het niet. Ik weet het niet. Ik weet het niet. Simon, goedemiddag. Verkeerde been naar bed gestapt. Boterhammetje. Boterhammetje. Geen trek. Geen trek. Die Christine Kieleman. Zo'n mochelman, dan krijg je toch geen hap meer door je keel? Jongen, 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 jongen. Die seks, dat wil toch ook wat tegenwoordig, hè? Vanochtend nog op de bus zit er een wijf, zeg. Die zit zo in het openbaar open en bloot in de lach te lezen. Ik zeg, mevrouw, wil u dat wegdoen? Dit is een keurige beurs, doe dat lekker thuis. Ze zegt, dan kom ik thuis niet aan toe, chauffeur, want mijn man kan geen moment van me afblijven. Wat is dit toch voor een tijd, Simon? De zeden hangen aan een zijden draad en de regering neemt geen enkele maatregel. Nou, in Engeland wel, Jacobus, want die Profumo legt eruit. Hé? Hier zo. De Britse minister van oorlog John Profumo is afgetreden. Nadat hij eerder had ontkend, heeft hij nu toegegeven een relatie te hebben gehad met call girl Christine Kieler, vriendin van Russisch diplomatiek personeel. Zo! Als je minister dat nou ook al gaat doen, Simon, waar blijven we dan? Ah, Jacob is natuurlijk ook een man van vlees en bloed. De minister toch niet, Simon? Stel je voor. Willem Drees op Katendrecht, zie je het voor je? Wel, maar daarom kan hij nog wel een goede minister zijn. Straks komen de Russen, heel Londen zucht onder het communistische juk. Maar het leger staat machteloos, want de minister ligt met een tomaaier in bed. Jacobus, stel, ik zeg stel, hè. Stel. Stel, jij komt tekort bij Nel. Schei eens aan. Ik zeg stel. Ik kan wat tekort komen. Hè? En jij legt de hele maand lang af en toe een guldetje opzij. Je gaat naar de Kaap. En je laat je eigen verwennen door magere Josje. Simon, ik zeg toch, stel je, Kobus. Ben jij dan een slechtere chauffeur? Oh.
Maar, Simon, wel een slechtere echtgenoot. Wel, nee. Ah! Ja. Oh. Wie is dat dan? Ja, nee, dat is Christine Kieler. Oh. Ja, wat dan eigenlijk? Die parfumo is niet achter, hè? Het lijkt wel een prinses, man. Jazeker, ja. Enkel, Jacobus. Deze zit natuurlijk niet achter de ramen. Deze moet je bellen. Waar komt ze vandaan dan? Staat er niet bij. Is typisch vrije volk. Je gaat nooit dieper op de materie in. Journalisten, te lui dat zij ter ogen kijken. Maar deze niet. Hoezo? Ik ga het er interviewen voor de bruine. Hij wel. Ja, ik ga het op zoek naar het naadje van de nylonkous. Heb jij misschien een paar dubbeltjes voor me? Een paar dubbeltjes? Ze woont in Londen. Als ik ze maar wel van je terugkrijg. Uiteraard. Ik heb er hier zes. Dat is veel te veel. Veel te veel? Voor dat hele interview? Nee, ik ga nou afspraak maken. Interview doe het daar. Helemaal in Londen? De bruine Rotterdam maar betaal. Zo, die slaapt. In de slaapkamer. Is het toch ook een engeltje? We moeten hier natuurlijk ook doodstil zijn, hè? Anders belt hij misschien nog hier. Gaat Jaapie nog krijsen? Oh wel. Fris Fokker niet. Hij is nogal verlegen. Ik heb hem anders een hele tijd niet gezien, hoor. 17 jaar. 6 maanden en 3 dagen. Fokker gaat terug naar Drenthe. En jij blijft hier. Ja, natuurlijk. Je hebt hier je leven, zus. Denk aan je man. Simon? Denk aan je kind. Ach, kleine Jaapie. Nou, ik zou hem geen moment meer kunnen missen. En ik ook niet. Kom maar op de trap. Witte klomp aan. Oh, zijn ze zondagse? Hij belt. Gelukkig is er niemand thuis. Hij belt nog een keer. Het is een doorzetter. Hij zat achter me aan als een terrier. Niet als een Drentse patrijs. Hij komt naar beneden. Voor de schrik. Nee, liever een glaasje prik. De stoom komt uit mijn oren. Ja. Goedemiddag. 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 Wij kopen onze eieren altijd bij de melkboer. Oh, maar dit is een cadeau. Het is van zus Mollema. Dat komt namelijk voor. Zus Mollema? Ja. Die woont toch hierboven. Tenminste, dat zei oom Tjerde. Oh, zus Stokvis bedoelt u? Nee, die is er niet, hoor. Die is lekker een dagje de stad uit. Met haar man. Oh ja, ja, ja. Die putjeschever. Fecaliënspecialist. Oh, heet dat hier zo? Grote stad, hè? Ja. Bij ons in Emmer Kompaskuum hebben we er ook één. Eén? Een putjeschever. Ah. Heeft de hele dag niks te doen. Want we hebben geen riool. Natuurlijk niet. We zitten allemaal nog op een tonnetje. Gezellig. Is ook een veel beter systeem, hè? Is dat zo? Ja. Kent u dat niet dan? Nee. Achter ieder huis, gewoon een hokje boven de sloot. En je gaat naar binnen en daar staat dan een tonnetje. Zonder bodem. En natuurlijk zonder deksel, maar dat spreekt vanzelf natuurlijk. Ja, nou zal ik de eieren dan maar aan zus geven?
Ja, dat wilde ik eigenlijk vragen. Geef u maar, hoor. Ik wil wel het mandje terug. Als... Ja, natuurlijk. Ja, een ogenblikje dan, hè? Is dat nou niet eng? Wat? Nou ja, dat wonen zo hoog boven de grond. Ach, je bent eraan, hè? En die geur, is dat nou koffie? Ja. Nog nooit gedronken? Nog nooit koffie gedronken? Nee, wij drinken alleen hoogveenthee. Zo, nou opschiet hoor, anders mist u de trein. Ik ben met de tractor. Staat buiten beneden voor de deur. Met de tractor? Dat hele end op de tractor? 235 kilometers. In die kou? Schrei erover uit. Vanochtend zei Ontjerre nog... Trek nou een extra borstrok aan, mignon. Maar ja, ben eigenwijs, hè. Wilt u dan misschien nog even een kopje koffie voor u gaat? Ah, dat zou ik nou dolgraag eens willen proberen, hè. Ja. Nou, komt u dan maar even verder. Zoals het in de schrift staat, onderzoekt alle dingen en behoudt het goede. Zo. Nee. Nee, ze kan toch. De klompen staan buiten. Dat is toch wel te vertrouwen, hè? Het zijn namelijk mijn zondagse. Ja hoor, daar kunnen wij toch niet op lopen. Oh ja, je hoort zulke raar dingen over de stad, hè? Dat is allemaal overdreven, hoor. Ja, dat dacht ik al. Zit die veemarkt hier in Kralingen, hè? Ik vond dat zo machtig, hè? Nog nooit zo'n mensenmenigte gezien. Je moet het niet koud laten worden, nee, hoor. Nee. Het was een hele gebeurtenis, zeg. En een succes dat we hadden met onze Bella 5. Ja, die was vorig jaar natuurlijk al misrund geworden, hè, op de paasveetoonstelling in Amsterdam. Maar nu ook weer, hè. Jury sloeg stijl achterover. Hm. Ja, ja. We moeten het wel opdrinken, hoor. Ja. Nee, ja. Natuurlijk. Ja. Koffie. Koffie. Daarvan. Dag, zus. Goedenavond, Nelly Kooijman. Nou, morgen zondag. Haha, lekker vrij. De hele lange dag, je vent over de vloer. Het is verschrikkelijk, Jaap. Nou, zo erg is dat toch niet? Zus is er vandoor. Hé? De oude vrijer kwam op bezoek en nou is ze met hem meegegaan naar hem. Kom, paskeur. Hé? En ze heeft kleine Jaapie meegenomen. Hè? Het was sterker dan zelf, zei ze. Hoe moet dat dan met Simon? Fokke heet hij. Zo'n Drents boertje. Laat ze zomaar Simon in de steek. Ze hebben een briefje voor hem neergelegd. JP Joe. Hallo. May I introduce myself? My name is Simon O. Stickfish. Wat maak jij nou weer? Heb je het briefje niet gevonden, Sim? Jazeker, en ik heb meteen mijn maatregelen getroffen. Dan? Twee kaartjes voor de bodem Engeland. Hé? Ja, ik heb toch dat interview met Christine Kielen voor de Rio-krant. Joh. Ja, en Jaap gaat mee als fotograaf. Ja, Jaap, de zelfontspanner is kapot. Jij neemt dus een foto van mijn en Christine, die kom op de voorpagina. Maar bij het echtscheidingsproces krijgt de rechter deze foto natuurlijk ook onder ogen. Hij ziet gelijk dat ik een man in bonus ben, want Christine sterft natuurlijk van de poen. En wijst de kleine Jaapie toe aan mij. En zus dan? Zus? Je vrouw! Oh, mijn ex.
Nee, het gaat natuurlijk om de kleine Jaapie. Dat is waar, Nel. Dus Jacobus, opschieten, de boot gaat om 8:00. Ja, maar even mijn pyjama dan. Nee, Jacobus, je ziet je nest toch niet. We zijn er de hele nacht bezig. Die afspraak is om 2:30. Ik ben nog in mijn uniform. Dan valt Christine op. Jongens. Is ze zo laat nog op dan? Jongens. Je werkt alleen maar 's nachts. Jongens. Simon, dit wordt de foto die alle andere foto's overbodig maakt. Nel, tot morgen. Nel, farewell. Ja. Ho, wacht even, Simon. Hey, 69 toch? 69 indeed. Zal ik maar kloppen dan? Good evening. Die is natuurlijk van een Engelse krant. Ja, jawel, die is voor de Times, dat kun je zo zien. Heb niet eens een fotograaf bij hem. Krantje voor niks, Jacobus. Pak de bruine Rotterdammer het wel even groter aan. Miss Keeler. Yes? This here is Simon O. Stickfish. From the Brown Rotterdammer. And this is Jape, I make the photo. Come in. Come in. Good evening. Thank you. Thank you very much and sleep lekker. Goedenavond. Die is natuurlijk van de Duitse krant. Ook weer geen fotograaf bij hem. Die foto van mij is grandioos, Simon, als de rechter die ziet, komt die kleine Jaapie hoogpersoonlijk bij je brengen. Simon, de boot, we kunnen hem nog net halen. Ga jij maar alleen, Jaap. Hé? Ik blijf bij Christine. Hé? Ik hou van haar. Ze is de vrouw van mijn leven. Hoe moet dat dan? Nou, ik wacht gewoon net zo lang tot ze klaar is. En dan ga ik haar mijn liefde beleiden. En dan? Nou, dan trek ik hier zo bij erin. En kleine Jaapie dan? Die hebben al fokken een hele goede vader. En je werkt dan? Ze hebben hier ook putjescheppers nodig. Hè? Simon. Jacobus Londen, de mooiste riolen van Europa. Simon, de boot. Ga jij maar alleen, Jacobus. Ik schrijf misschien nog wel eens. Jaap, kijk eens wat ik voor je heb. Ik ga naar het station. Ik ga naar Emma Compascuum. Nel, daar hebben we Simon toch niet mee terug. Dat is waar. Heb jij nou wel genoeg op hem ingepraat? Nel, ik heb gepraat als brugman. Hij was voor geen reden vatbaar. Had ik hem soms op mijn bult moeten nemen. Voor mijn part? Ja. Nee. Nou heb ik het weer gedaan. You. Simon! Hi Nel. Je bent er weer. Los je niet? Vanochtend om 7:30 moet ik eigenlijk naar binnen. Ik zeg hello Christine, I love you. En
I want to be with you for the rest of my life. But, first of all, can I see your kuiten? Hé? Lijkt me logisch. Zeg ze, ja, dat is goed, but that cost you 50 pounds. Dat is 500 gulden. De liefde kwam enkel maar van mijn kant. Simon, er gaat toch niks boven de Rotterdamse riool? Dat is waar. Ik ga naar Emma Kompaskuum. En ik ga naar bed. Laat maar, Nel. Zie je er mooi uit, Simon? Ja, ja, dat is speciaal voor jou. Ik wist namelijk dat je thuis zou komen. Ik heb er zo'n spijt van. En mijn kompaskum is en mijn kompaskum niet meer. De brink was helemaal bestraat. De kruidenier had een echte kassa. Boven het tonnetje van oom Tjedde hing elektrisch licht. Vergeet die zijn fototoestel. Simon. Hé? Ja. Wat heb jij nou? Een vreselijke nachtmerrie gehad. Joe. Ja, het begon trouwens als een hele mooie droom. Ik zit weer op die boot naar Engeland, op het zonnedek. Eerste klas, biertje erbij, zo'n boek, mijn geld in mijn zak. Kom aan in Londen, Claridge Hotel, room 69, niks aan de hand. Ik klop aan de deur. Ik zeg, hello Christine, this is Simon Oost, ik fish again. I still love you. And money doesn't play no role anymore. Ik hoort, kom in. Ik ga naar binnen, prachtige kamer, overal spiegels, hier en daar een kaarsje. Fijn, je hebt het gezien. Zeker weten. Wie komt er in heen? Achter dat kamerscherm vandaan. Zus? In één keer goed. Met Jacobus. Zo'n deegrol. Jo. Nou, dat is niet bepaald prettig wakker worden, hoor, ja? Nee, dat begrijp ik nog wel. Simon, maar dat blauwe oog is toch echt? Jazeker. Nou, het was toch maar een droom? Ja, maar ik heb een klein foutje gemaakt. Ik heb hem ook aan zus verteld. Thank you.